Zorghonden, natuurliefhebbers en experts. De Aziatische hoorna duikt steeds vaker op in Nederland. Dus wij imkers zijn al attent bij onze bijenstallen dat we daar een kwartiertje of een half uur posten om even te kijken of daar hoorna's vliegen. En verder in het nieuws vandaag, Johan loopt de Nijmeegse Vierdaagse met een bijzonder doel. En de Avondvierdaagse in Herveld viert hun 50ste editie. We naderen het hoogtepunt van een wespenseizoen en sinds de afgelopen jaren zorgt een wespensoort uit het Verre Oosten voor een golf van onrust en bezorgdheid onder natuurliefhebbers en experts. De Aziatische hoornaar. Hij is inmiddels in bijna heel Nederland gespot. Vorig jaar ook in Nijmegen en Wijchen. Nou, de Aziatische hoornaar is een invasieve exoot, hè, zoals we dat noemen. Die is een paar jaar terug vanuit Azië deze kant op gekomen. En zijn dieet bestaat uit 40% uit bijen. Dus ook honingbijen, maar ook wilde bijen en andere insecten. Hoewel de wespensoort voor ons redelijk nieuw is, is hij in de imkerwereld al wat langer bekend. Zij zetten dan ook alles op alles om de wesp tegen te gaan. En we kunnen dat tegengaan eigenlijk door de nesten op te sporen. Dus wij imkers zijn al attent bij onze bijenstallen dat we daar een kwartiertje of een half uur posten om even te kijken of daar hoorna's vliegen. Aziatische hoornaars. De Aziatische hoornaar lijkt niet bepaald op een normale wesp. Een Aziatische hoornaar heeft geel met zwarte poten. Dus de bovenkant van de poten is zwart en de onderkant is geel. Verder heeft hij een zwart borststuk en het achterlijf is voornamelijk ook zwart met twee smalle gele strepen en één brede oranje of gele band. En hij heeft zwarte antennes. Natuurlijk moest ik ook zelf de proef op de som gaan nemen en de bijenkast van dichtbij aanschouwen. Alright. Nou, dan gaan we die kant op. Nee, in principe als je gewoon heel rustig blijft, dan zullen ze niks doen. Voel maar eens hoe zwaar dat is. Zo. En hoeveel potten honing zitten hier dan in ongeveer? In zo'n raam is ongeveer ruim een kilo. 1,1, 1,2 kilo. Kijk, dit is een beetje de kraamkamer. Hier worden de jonge bijen geboren. Oh, die zit nog veel voller. Zie je? Dus je ziet hier allemaal larfjes. Dus dat worden allemaal bijen straks. Kijk, hier loopt de koningin. Hier. Hier, met de linkerpunt van mijn bijtel. Dus die bijen verzamelen stuifmeel. Ze schuiven dat naar achter naar hun achterpoten. En in kleine klontjes komt dat dan binnen. En dat slaan ze dan op in die celletjes. Ja, ook thuis kun je helpen met het bestrijden van deze bedreiging. Mocht je een Aziatische hoornaar zien, kijk goed uit, fotografeer hem en meld hem op waarneming.nl. Dit jaar is de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Van 18 tot en met 21 juli lopen duizenden mensen de Vierdaagse mee. Sommige mensen hebben een speciale reden om mee te lopen met de Vierdaagse. We spraken met Johan Oost en vroegen waarom hij meeloopt met de Vierdaagse tijdens een van zijn trainingen. Waarom loop je voor Stichting Matches? Ik loop voor Stichting Matches, aangezien ik een heel persoonlijk verhaal bij heb. Mijn vrouw die heeft ruim twee jaar geleden een stamceltransplantatie moeten ondergaan. In verband met met kanker. Ze had een bloedkanker, een lymfoom. En aangezien dat zo agressief was en de kans op herhaling best groot was, was uiteindelijk een stamceltransplantatie nodig om haar weer volledig beter te maken. En hoe gaat het nu met uw vrouw? Heel goed. Ja, ja, ze is weer aan het hardlopen, veel aan het hardlopen. Ze is heel sportief, ze was altijd al heel sportief. En natuurlijk dat hele proces van die stamceldonor en de chemo's die daar vooraf aan gingen, die hebben haar natuurlijk behoorlijk kapot gemaakt, haar energie en haar uithoudingsvermogen. Maar als je ziet hoe ze er nu aan toe is, dat is echt super. Ik denk niet dat je 100% herstelt uiteindelijk, maar... ze heeft heel veel geluk gehad dat het bij haar gewoon heel erg goed is aangeslagen. Waardoor ze eigenlijk gewoon weer een nieuw herleven heeft gevonden.
En dat is wel heel mooi. Op de website sterkvoormatches.nl kun je geld doneren voor de actie van Johan. En kun je terecht voor de persoonlijke verhalen van onder andere Johan en andere lopers. Waarom vindt u het zo belangrijk en waarom zou u mensen willen aanraden om stamceldonor te worden? Nou, omdat het, ik heb natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt dat het super belangrijk is dat je een leven kan redden. Niet alleen het leven van mijn vrouw, maar natuurlijk ook het hele gezin wat er omheen draait. Ja, dat kan gewoon doorgaan door uiteindelijk die match die je kan maken. Dus hoe meer mensen uiteindelijk donor worden, hoe grotere kans is dat je uiteindelijk ook de juiste match vindt. En hoe grotere kans is dat je uiteindelijk kan overleven. Dus het is gewoon super belangrijk dat die database zo groot mogelijk wordt. Nou, dat is in ieder geval fijn om te horen en bedankt dat ik u mocht interviewen. Graag gedaan. En ik hoop dat u genoeg geld ophaalt om uw doel te bereiken. Ik ga nog even een rondje lopen. Is goed. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. De avondvierdaagse in Herveld viert feest. Ze hebben een bijzonder jubileum te vieren. Zometeen meer. De partij BNNM maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de kruising van Heemstraweg met de Leegstraat in Winsen. Volgens Beuningen Nu en Morgen is de veiligheid op dit drukke kruispunt sinds de reconstructie in 2018 juist afgenomen. Inmiddels heeft de partij hierover schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van BMW in Beuningen. BNNM vindt de verkeersveiligheid ook belangrijk en vraagt daarom aan het college om het groen onderhoud van de middenbermen op dit kruispunt extra aandacht te geven. Ook wil de partij dat de verkeersveiligheid op dit kruispunt wordt verbeterd. Bewoners van appartementencomplex Vijfhorst in Nijmegen zijn de gebreken aan hun huizen meer dan zat. Ze dreigen minder huur te betalen en zelfs naar de politie te stappen. De bewoners overwegen aangifte te doen omdat de douche in sommige appartementen zo heet wordt wanneer iemand elders de wc doortrekt, dat het volgens hen gelijk staat aan mishandeling. Ze willen dat de problemen binnen 6 weken worden opgelost. Zo niet, dan schakelen ze de huurcommissie in, die bij het vaststellen van ernstige gebreken bevoegd is om de huur tot maximaal 40% te verlagen. Tot de gebreken zijn opgelost. De avondvierdaagse Nijmegen Noord laat op Facebook weten dat ze inmiddels genoeg vrijwilligers hebben. Eerder berichtte de organisatie nog een ernstig tekort aan vrijwilligers te hebben en dat het evenement wellicht geen doorgang zou kunnen vinden hierdoor. Op die noodoproep is massaal gereageerd. Ook maken ze van de gelegenheid gebruik om 11 vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten die zich het hele jaar door inzetten voor deze avondvierdaagse. De Overbetuwse burgemeester Patricia Hooyentik-Rauwbos laat weten dat zij gisteren een koninklijke onderscheiding heeft uitgereikt aan Anne Hulzebos uit Herveld. Hij is benoemd tot ridder in orde van Oranje-Nassau. Hulzebos ontving deze onderscheiding voornamelijk voor zijn grote inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En op Instagram laat gemeente Druten weten dat er op maandag 10 juli een bijeenkomst wordt georganiseerd op het gemeentehuis voor alle inwoners van de gemeente die meedoen aan de aankomende Nijmeegse Vierdaagse. Burgemeester Sengers zal daarbij weer een echt Druten's Vierdaagse shirt uitreiken. Wie erbij wil zijn, kan zich aanmelden via de website van de gemeente. Het is momenteel weer de tijd van de avondvierdaagses. Ook in Herveld is deze dinsdagavond weer van start gegaan. Deze keer gaat het om een bijzondere editie, namelijk de 50ste editie. En dat wordt gevierd. We 52 jaar, maar door 2 jaar corona hebben we het dus niet kunnen vieren, niet kunnen lopen. Dus we hadden besloten om bij de 50ste keer wandelen, ook dan de 50ste keer Chocaan Vierdaagse te vieren. Dat is dan deze week. En hoeveel mensen lopen er vandaag dan bijvoorbeeld mee? Vandaag lopen er nu al, ik denk 2200. Dus die lopen mee. Hallo. Hoeveel kilometer zijn jullie aan het lopen? 10. 10 kilometer. En hebben jullie daar een beetje voor getraind? Nee. Je doet dat gewoon zomaar? Ja. En hoe lang moeten jullie nog? 5 kilometer ongeveer nog. En hoe lang ga je erover doen, denk je? Ja, ongeveer 1,5 uur of zo. En welke liedjes zingen jullie dan? Ja, we zetten gewoon heel veel hardstyle op en top 40 en zo allemaal. Oké, en dan weten jullie een liedje wat jullie allemaal kunnen zingen, of niet?
Nee, was het niet. Ja, van Flemming en Antoon en zo. We zijn met de Lammets van Buren, lopen we hier. En hoeveel kilometer lopen jullie? 10. Is het de hoeveelste keer is het dat jullie lopen? Oh, bij ons wel de 5e keer, denk ik. Renske? 6. 5 of 6, ja. En hoe gaat het dit jaar? Hartstikke goed. Het is hoog. Lekker weer. Het is lekker weer. Zitten de blaren er al op of nee, niet? Nee hoor, nee. Die verwacht ik ook niet. En waar zijn jullie van? Eén iemand. Van wie zijn jullie? Okkenhout. Oké, en is dat een school? Ja. En jullie zijn nu bijna bij de post, of niet? Ben je al moe? Nee. En hoeveel kilometer moet je nog? 5, denk ik. Oké, heel veel succes. Ja, bedankt. En dan, hoe ging de eerste dag? Goed. Ja, goed. Heb je al blaren? Nee. Hoe ging het vandaag? Goed. Ja, en hoeveel heb je gelopen? De 5 kilometer. De 5 kilometer. Hoe snel heb je dat gedaan? Weet ik niet. Ik was er wel snel. Ga jij het even bekijken? Hebben jullie ook een stempelkaart mee? Nee, die hebben onze moeder. Ja, ik denk ongeveer 1,5 uur. 1,5 uur? Ja. Oké, en dat is best wel prima tijd, toch? Ja. Oké, nou veel plezier nog, jongens. Ja. En naast wandelen, wat is er nog meer te doen hier? Nou, we hebben deze week, de hele week hebben we festiviteiten. Dus vanavond hebben we een optreden van Rutger van Barneveld. En om 10:30 hebben we ook een vuurwerkshow ter gelegenheid van het jubileum. Morgenavond hebben we artiesten, de hele week tot en met zaterdag. Want we hebben dan als afsluiting een pleinfeest. Vandaag kregen we dan eindelijk een serieus voorproefje op de zomer. Er was volop zonneschijn, geen wolkje aan de lucht en lokaal werd het maar liefst 25 graden. Morgen wordt het alweer anders, komende nacht trekken al wat wolkenvelden over de regio. Regenen gaat het gelukkig niet, maar de temperatuur doet wel een stapje terug. In de middag komt de zon weer volop tevoorschijn en het wordt zo'n 18 graden. Richting het weekend gaat het weer de goede kant op. Vrijdag wordt een soortgelijke dag als morgen, maar dan net even een graadje warmer. In het weekend zijn we weer terug bij het weerbeeld van vandaag met zomerse waarden en veel zon. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf nou een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.